Ik denk echt dat hij eraan gaat, man. Elekid. Elekid gaat niet met één Thunderbolt Weezing kunnen verslaan. En dan doet Weezing gewoon nog een keer Sludge. En dan is het denk ik klaar. Potverdorie, jongens. Oké, niet echt een beste start. Yo, Nintendo fans. In de vorige video heb je kunnen zien hoe mijn baby Pokémon door de auditie heen kwamen bij Opal. En nu is het tijd om Opal te gaan verslaan. Bidoo moet het gaan doen. Het is Bidoo's tijd om te shinen. Bidoo gaat knijten lekker, jongens. Doe even een duimpje omhoog voor Bidoo en de rest van mijn baby Pokémon team. Want ja, ik vind het best wel grappig dat het gewoon lukt. We hebben al 4 badges. Dit is badge nummer 5. Hopelijk gaan we die pakken bij Opal. Oh, en vergeet tegelijk even niet te abonneren, want dan heb je gewoon bijna iedere dag een leuke Nintendo video. Gewoon bam op YouTube. Dus let's go. Oké, Weezing. Ja, dat... welk type is Weezing ook weer? Is dat ook nog steeds poison? Dat moet wel. Ja, dan gaat dit dus al niet werken. Ik gooi Elekid er wel even tegenaan. Elekid mag het even gaan fixen. Ik had hoge verwachtingen dat Bidoo het ging fixen. Maar ja, ik wist niet dat we tegen Galarian Weezing moesten. Jammer dit. Die gaat voor Sludge. Dat zal ongetwijfeld pijn doen. Ja, critical hit gelijk ook. Ik ben ook gelijk poisoned. Lekker dit. Maar niet eens. Ik denk dat Elekid er al aan gaat. Question. Do you know my nickname? The Wizard. Dat wist ik wel. Ik denk echt dat hij eraan gaat, man. Elekid. Elekid gaat niet met één Thunderbolt Weezing kunnen verslaan. En dan doet Weezing gewoon nog een keer Sludge. En dan is het denk ik klaar. Potverdorie, jongens. Oké, niet echt een beste start. Oké, let's go, Magby. Jij bent wel sneller, toch? Want als jij sneller bent... Wat we sowieso zijn, omdat Weezing geparalyzed is natuurlijk. Met Flamethrower moet dit wel kunnen, denk ik. Toch? Toch? Oké, Weezing is weg. Het staat 1-1. Ik baal wel echt dat mijn Elekid weg is. Want dat is een belangrijke troef die ik altijd achter de hand kan houden. Mantyk gaat naar 37. Magby naar 42. Nu Togekiss. Togekiss is flying. Nu had ik echt Elekid nodig. Ik ga toch even switchen. Ik ga even switchen naar Munchlax. Het is waarschijnlijk helemaal niet handig. Togekiss is heel naar. Togekiss heeft een keer mijn Nuzlocke Challenge op Twitch verpest. Ik kan natuurlijk wel Retaliate doen. Oh nee. Ja, kan wel, maar... Jeetje, ik had die moeten gebruiken nadat Elekid dood was gegaan. Ja, lekker dit. Critical hit gelijk erbovenop, joh. Ga je gelijk zo doen? Is dit hoe jij rolt, potverdorie? Oké, wel lekker veel damage op zich. Question. Favorite color. Volgens mij is dat purple. Ja, lekker. Wat wordt hier geboost? Defense en special defense. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga nu even resten. Want hij gaat mij nog een keer slaan. Dat doet best wel wat damage, denk ik. En dan ga ik even chillen. En dan gaan we eens even kijken of deze combo werkt, jongens. Even lekker slapen. Worden we weer helemaal volle HP. En dan gaan we nu lekker snurken. Let's go. Togekiss gaat echt nog even lekker door met Air Slash. Dat doet niet heel veel damage van mijn defense en zo. Zijn omhoog. Potverdorie. Maar hij doet wel even mijn flinchen. Gast. Dit gaat een lange battle. Ga je me nou weer flinchen? Dit gaat echt een hele lange battle worden op deze manier, meneer. Jongen. En ik ben wakker. En nu werkt Snor natuurlijk weer niet. Oké. How old am I? We gaan even complimentje geven. We zeggen gewoon dat het 16 is. Zie je? Dat is een goed antwoord. Hoppakee. Nog meer boosts. Attack en special attack geboost. Ja, dan gaan we nu even retaliëren. Even niet mijn flinchen nou, jongen. Even ophouden nu. Jongen. Vervelende Togekiss altijd. Oeh, lekker dit. Tijd om te gaan slapen. Wel trusten. Hou eens op, joh. Doet hij weer flinch? Nou, over 2 jaar en 7 dagen zijn we denk ik klaar met deze video. Ik ben lekker aan het slapen nu, dus dat is wel chill. Want mijn HP was er bijna doorheen. En dan zijn we gewoon weer full HP, jongen. Dit is toch wel lekker dat we dit aan Munchlax hebben geleerd. Ik ben er toch wel blij mee. Gaan we nu lekker snurken. Tenminste, als ik weer niet geflinched word. Laten we het hopen. Kijk, ik ben lekker aan het slapen. En dan gaan we even lekker snurken. Hoppakee. En dan is Togekiss weg. Godzie. Lekker, man. Ha, het probleem Togekiss is geëlimineerd. Top. Dan Mawile. Ja, daar ga ik natuurlijk Magby voor gebruiken. Want Mawile is natuurlijk Steel-type. En als het goed is, krijgt hij gewoon een one-shotje van mijn vuur-Pokémon. Ik kom eraan, 5e badge. Flamethrower. Ja, dit is gewoon een keiharde one-shot. Sorry, Mawile. Ja, die kan gewoon niks tegen vuur-Pokémon. Nice. Bidoo 41. Riolu 40. Riolu wil Sword Dance leren. Sword Dance, dat gaan we niet doen. En dan, als laatst, El Creamy. En die is voor onze heldin Bidoo. Let's go. Gaan we eens even kijken of dit lukt. Ik ben heel onwijs benieuwd. El Creamy heeft vast wel een counter voor mijn Bidoo. Vast wel een of andere psychic move of zo. Daar is die, hoor. De kleine aardbeientaart die straks een gigantische oude taart wordt. Oh nee, dat is Opal. Dynamax. Max Ooze. Let's go. Ik ben sneller dan El Creamy. Dit kan interessant worden. Dit kan heel interessant worden.
Gaat Bidoo het fixen? Grow. Gigantisch spruitje. Ik had al gewoon spruitje moeten noemen, man, deze Pokémon. Oké, Opal. Bak maar even een lekker grote taart voor ons. Daar is die, de taart van 5 lagen. Potsandozie. Ik wilde gewoon wel een hapje uitnemen. Creamy is level 38. Bidoo is level 41, volgens mij. En ik doe Max Ooze. En dat is super effective sowieso op Creamy. Doet iets minder, denk ik, dan 1/3 damage. Ik boost mezelf daar wel mee. Mijn special attack gaat omhoog. Dus als ik 2 keer overleef, dan denk ik wel dat ik dit kan fixen. Alleen, ik ben een beetje bang voor de moves die Creamy heeft. G-Max Finale. Is dat een normal type move of zo? Oh joh. Dit deed niet zoveel, maar het hield heel creamy. Wel best wel veel eigenlijk. Prima, dan gaan we gewoon even chillen. Let's go. What? Oké, die damage was wel insane. En die damage wordt misschien nu nog meer, omdat ik mezelf nu nog meer boost. Ga jij nog even een finale spelen en jezelf een klein beetje healen? Ik heb wel vertrouwen in mijn Bidoo. We zijn 2 keer geboost, onze special attack. Dus het wordt nog sterker. Ja hoor. Wat ziek. Bidoo. Doet het gewoon. Creamy is weg. En we hebben badge nummer 5. Het geeft toch wel een lekker gevoel dat mijn Bidoo gewoon zo goed is, hoor. En je mag nog steeds niet evalueren, Bidoo. Ook al heb je het zo goed gedaan. Het is nou eenmaal de challenge dat mijn baby Pokémon moet blijven. Dus ook Magby, helaas jongen. Je gaat niet evalueren. Dankjewel voor badge nummer 5. De Fairy Badge. Kom maar in het medaillon. Dan moeten we nog maar 3 hebben, jongen. Nog maar 3. We gaan zo goed. Ik hou van deze challenge. Ik vind het echt een serieuze leuke challenge. We krijgen Draining Kiss. Het zou wel lekker zijn als we die aan iemand kunnen leren. Maar ik denk het niet. Maar Draining Kiss is best wel goed. Even kijken. Draining Kiss? Nee, niemand kan dat leren. Jammer. We moeten nu naar Kirchester. En we moeten allebei naar Hammerlock. Dus we kunnen net zo goed gewoon samen gaan, toch? Let's go. Oké, Opal. Doei. Was gezellig. Kijk eens wie we daar hebben. Het is onze grote vriend. Hij is helemaal boos. Helemaal boos dat het ons wel lukt. En hem gaat het niet zo goed af. Ga nou maar lekker in de ballenbak spelen of zo. Hier, kijk. Opal, die vind je wel cool. Je mag lekker met Opal mee. Wat? Opal is een beetje verliefd. Oh nee, alles ontploft weer. Waarom zijn er zoveel ontploffingen in deze game? Leon is er ook voorbij. Maar ik moet gewoon naar cursusje gaan. Oké, doei. Later. Hoppie poppie. Ga toch niet weer battelen nou, hè? Ja, joh. Ja, wil je toch wel weer battelen tegen mij? Oké. Je leert het ook nooit, hè? Je begint met Trevenant. Dat is wel verrassend. Ja, dan ga ik toch even wisselen. Want Elekid is natuurlijk niet echt lekker tegen Trevenant. Je gaat me ook gewoon lekker confusen, joh. Ja, joh. Gaat Hop nou gewoon zijn best doen? Hoppie. Ik vind het niet leuk. Dan mag ik Flamethrower. Ja, lekker. Oké. We doen wel gewoon Flamethrower. En Trevenant gaat down. Nice. Oké, dat is toch wel weer de eerste punch. En zijn eerste Pokémon is alweer down. Wat heb je nog meer, Hoppie? Inteleon. Kijk, dan wil ik natuurlijk wel Elekidje gebruiken. Ik kan ook Bidoo gebruiken. Die kan het waarschijnlijk ook wel fixen. Maar we gaan toch voor Elekidje. Thunderbolt. Hoe kan ik sneller zijn dan Inteleon? Ik dacht dat Inteleon zo'n beetje de snelste Pokémon was in de hele game. Ik snap er soms helemaal niks van hoe ik zo snel kan zijn. Maar blijkbaar is Elekid ook knijtersnel. En Magby ook. Dan nu Snorlax. Riolu, dit is voor jou, jongen. Munchlax is veel beter dan Snorlax. Mijn Munchlax in ieder geval wel. Let's go, Force Palm. Nieuwe aanval heb ik nog helemaal niet gebruikt. En is lekker sterk, hoor. We zijn ook best wel hoog level ook gewoon. Het is best wel bizar. Hij doet Body Slam. Dat gaat mij ook wel een beetje pijn doen. Hopelijk niet paralyzen. Top. Oké. Dan is zijn Snorlax ook wel vast weer kapot. Ja, en Dubbel is echt gewoon ingeruild, hè. Dubbel komt gewoon niet meer terug. Heatmore. Oké, Heatmore. Heb ik ook een countertje voor, namelijk mijn Mantyke. We hebben wel perfecte counters altijd tegenop. Dat moet ik ook wel toegeven. Bubble Beam. Wat heeft Heatmore altijd daar hangen aan de voorkant, vraag ik me altijd af. Wat is het nou voor bruin ding op zijn buik. Laat het even weten in de comments. Want ik vind dat maar... Ik weet niet wat het is. Het is raar. Het is een staart aan de voorkant of zo. Misschien zit er een hele geschiedenis achter of zo die ik niet ken. Maar ik vind het altijd maar een beetje vreemd. Nou, in ieder geval heeft Mantyke hier morgen gewoon even in 2 klappen genakt. Wat een team, joh. Nu Boltund.
Daar heb ik dan geen goede counter voor. Maar dat laat ik dan toch ook maar even over aan Magby. Boltant vind ik best wel een leuke Pokémon eigenlijk. Boltant is ook altijd snel. Kijk, zie je, Boltant is wel sneller dan ik. En die doet best wel damage. Het is wel goed dat we heel snel zijn. Want af en toe doen die tegenstanders toch wel behoorlijk veel pijn. En hij gaat voor een Hyper Potion. Tuurlijk, je wilt nog even uitstellen, hè, Hoppie. Helemaal goed, joh. Ik heb genoeg flamethrowers voor je, man. Hier, heb ik hierna nog een, ja? Ik hoop wel trouwens dat jouw Boltant mij niet kapot maakt. Oh, nu ben ik weer sneller dan Boltant. Oké. Helemaal goed. Boltant is weg. En Magby gaat naar 44. En die wil Sunny Day leren. Nee, gaan we niet doen. Nou, hadden we wel kunnen... Nee. Hadden we kunnen doen, maar doen we niet. En we blijven gewoon lekker winnen van Hoppie de Poppy. En toch hield hij mijn team gewoon. Wat een lieverd, hè. We hebben nu best een lange weg te gaan naar Kirchester. En er komt een mooi Pekko lekker uit de dingen lopen. Maar we hebben alleen maar oog voor deze gast met zijn mooie pilotenbril. Cabby Bruce. En die heeft een Corvusquire. En ik heb een Elekid. Sorry, man. Zeg maar alvast doei tegen je Corvusquire, denk ik. Oh, je hebt ook nog een Rufflet. Ja, dit wordt gewoon een beetje zielig eigenlijk. Dit moet je niet doen tegen een Elekid. Doei. Dag. Oké. En klaar. Door naar de volgende. We gaan rechtdoor naar route 8. Gaan we eens even kijken of we hier heel snel doorheen kunnen lopen, jongens. Speedrun! Ontwijk de Golurk. Oh, nee. Oh, pff. Ik wou langs die sneeuw. Nou, dit gaat al helemaal fout, deze speedrun. Oh, wow. Deze Fullaby is level 40? Meen je dat? Opeens zijn mijn tegenstanders super high level of zo. Ik dacht dat ik gewoon echt knijter high level was, maar val mee. Niet dat het problemen oplevert, maar ik dacht dat die Pokémon hier nog wel onder level 40 zou zijn. Hallo, mevrouw Professor. Roselia. Hé, dat vind ik helemaal niet leuk, joh. Ik heb de hele tijd de verkeerde matchups. Daar heb ik natuurlijk weer Magby voor nodig en geen Mantyke. Flamethrower. Deze aanvallen zijn gewoon zielig als je daar... Zoals dat super effective is. Hoi, Heatran. Mag ik jou even bijten? Niet in één keer kapot, trouwens. We hebben gewoon twee keer nodig. Oké, dag, doei, mazzel. Ik wou eigenlijk alleen even dat itempie pakken wat hierachter ligt. Daar ging het mij om. Dan moeten we even hier de trap op. En hierachter langs zie. En dan lag hier een item. Shiny Stone. Ja, daar hebben we alleen niet zoveel aan. Nou ja, oké. We gaan maar weer terug. Deze kant op. En hier langs. Zo, ja. Hier de trap op. Want hier lag volgens mij ook een item. Ja, hier lag zelfs een TM. Smart Strike. Kunnen we die leren aan iemand? Nee. Hier naar beneden. Die Girder die gaat waarschijnlijk achter me aanrennen. Nee, ga weg, Girder. Ja, ik zou hem wel kunnen counteren met Mantyke. Als die zich nu omdraait en op me afkomt rennen. Ah! Weg! Ah! 3 Luxury Balls erbij. Oh, en hier was nog een vijand. En, oké. Dus Klops. Die heb ik nog niet zo vaak gezien in deze game. Die zat hier lekker te verstoppen, joh. Dus even kijken wat hier gaat gebeuren, hoor. Ik denk niet dat dit zo 1, 2, 3 even verslagen is. Nee, geen curse, jongen, nee. Doe nou niet. Oké, maak hem kapot, Mantyke. Let's go. Sloop hem. Nee! Ah, nog meer cursings. Wegwezen jij, jongen. Je zit mij een beetje lastig te vallen hier, dus Klops. Opzouten. Yo, superstar, meneertje. Togedemaru. Riolu. Oké, Togedemaru doet gewoon even lekker zin, Zappie. Die is gewoon lekker sneller. Oeh, Riolu, die krijgt wel steeds meer pijntjes, hoor. Het wordt wel steeds lastiger, volgens mij, met Riolu. En heeft ook nog Iron Barbs. Dit is toch een beetje Balu. Riolu begint het lastig te krijgen, volgens mij. Even kijken, hoor. Die Zingzap attack is wel echt... die is wel next level. Oké, bijt hem maar even, Munchlax, straks. Hou even op, joh, Togedemaru. Hou op. Ben er klaar mee. Iron Barbs gaan mij nog slopen. Ik hoop niet... Munchlax gewoon down. Niet doen. Nare vent. Met je Togedemaru. Togedemaru noem ik hem. Hij is wel kapot. Dat dan weer wel. Ah! Loopt er ook nog even een Fellings in de weg. Kom op, Riolu. Je kan dit. Pak hem aan. Force Palm. Is niet heel sterk. Welk type is deze Fellings, joh? Als die mij nu aanvalt, doe ik nu counter. Nee, joh. Hij valt niet aan. Ja, dan ga ik maar Force Palm doen. Nu ga je zeker wel aanvallen. Ik heb hem wel geparalyzed. No retreat. Oké, dit ziet er intens uit. Wat was dat? Oh, oké. Hij doet even alles boosten bij zichzelf, joh. En hij kan niet meer ontsnappen nu, oké. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, joh, deze gek. Ja, het wordt wel nog moeilijker om hem nu kapot te krijgen. Duurt zo lang. Velling staat al een tijdje en we moeten slopen en dat lukt nog niet echt, maar nu wel. Kijk maar. Ja, goed gedaan, Riolu.
ben toch weer trots. En dan ligt alleen hier links nog een item. En die wil ik natuurlijk ook gewoon even pakken. Achter deze crystal. Bubblebeam. Bubblebeam. Net niet de helft eraf. Crustle is trouwens ook echt wel goed in Pokémon Unite. Echt wel een hele chille Pokémon om erbij te hebben. Als jij die game gaat spelen, als iemand goed Crustle kan spelen, dan is het echt super chill. Maar hier is Mantyke gewoon te sterk met zijn Bubblebeam. En is de laatste die naar level 40 gaat, Mantyke. Hij wil nu Bounce leren. Ik ga dat niet doen, want mijn attack is echt niet goed. Mijn special attack is wel goed, maar mijn normale attack niet. Dus beter doen we dit niet. Elikid wil Light Screen leren. Gaan we ook niet doen. En dan kunnen we hier nog even dit itempje oppakken, want dat is een TM. Dat wist ik. Dat is Brick Break. Ik dacht al, hier lag volgens mij iets goeds altijd. En Brick Break kunnen we misschien wel leren aan Riolu. Ook aan Munchlax en Elikid en Magpie. Hij is sterker dan Force Palm. Ja, laten we dat maar gewoon doen dan. Let's go. Maken we toch Riolu nog even sterker? Die kon dat wel gebruiken, had ik het idee. Alhoewel zijn aanval is dikke prima hoor. Alleen zijn verdediging kan af en toe wel iets beter. En dan zijn we bijna in Kirchester. We zien daarachter al de palen van het stadion. We moeten alleen nog even langs dat ijs-Pokémon. Dus Magpie mag voorop lopen. En dan gaan we in de volgende video alweer de 6e badge proberen te pakken. Dus wil je dat zien? Duimpjes omhoog. Abonneren, want dan heb je iedere dag Nintendo video's. Bam! Op je YouTube-tijdlijn. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!